Het Kanon, een nieuw boek over een voetballer die in het begin niet echt gewaardeerd werd. Een boek geschreven door Martijn en Bob, allebei uit het land van Kuik. Martijn, waarom dit boek? Ja, dit is eigenlijk een idee dat ik al 20 jaar had. Bram Appel is een verdwenen, vooral vergeten voetballer. Een oud trainer, heeft 12 interlands voor het Nederlands elftal gespeeld. En was eigenlijk in de tijd dat Abel Enstra en Kees Rijvers en Vaas Wilkes eigenlijk beroemdheden waren in het Nederlands voetbal, was hij een van de spitsen. Met een doelpuntengemiddelde van meer dan 300. Hij heeft meer dan 300 doelpunten gemaakt in zijn carrière. En de reden dat ik dacht van ja, hoe kan het toch zijn dat zo iemand eigenlijk een beetje van de radar verdwijnt. 300 doelpunten gemaakt, dwangarbeider geweest in Duitsland. Heeft de watersnoodwedstrijd georganiseerd in 1953. Dat is een wedstrijd die alom geaccepteerd wordt eigenlijk als de katalysator van het betaald voetbal in ons land. Ging als een van de allereerste Nederlanders ooit naar het buitenland om profvoetballer te worden, in dit geval in Frankrijk. Waar hij onder meer de voorloper van de Champions League wist te winnen met Stade de Reims. En vervolgens bij terugkeer in Nederland was hij ook nog eens een keer succesvol speler en ook nog eens een keer trainer. En bijvoorbeeld in 1963, precies 60 jaar geleden, won hij met PSV de allereerste landstitel in de Eredivisie. Dus ik dacht, ja, hoe kan het nou zijn dat een man met zoveel betekenis en met zo'n geschiedenis, dat hij überhaupt nog geen... eigenlijk gewoon helemaal in de vergetelheid is geraakt. In die geschiedenis gedoken en gedacht, ja, dat verhaal is zo bijzonder. Dat verdient een biografie. En ja, nadat ik dat idee eigenlijk al heel lang had en er ook wat andere boeken in de tussentijd heb geschreven, dacht ik, nu is de tijd rijp. Dus anderhalf jaar geleden ook definitief eraan begonnen. Waarom is eigenlijk nooit een boek over hem verschenen dan? Want hij is toch zo bijzonder? Verbaas jij dat dan ook niet? Als je dus in zijn hele levenswandel duikt en in zijn geschiedenis duikt, dan kom je erachter dat hij in 1970 had hij zijn laatste klus als trainer bij Eindhoven. Is toen vervolgens uit de voetballerij gestapt. Is iets compleet anders gaan doen in de vergetelheid. Hij heeft bewust eigenlijk voor die vergetelheid gekozen. Kwam ook nooit meer in de kranten, kwam niet meer op televisie. Hij was daarvoor, tot 1970, was hij eigenlijk elke week wel 2-3 keer in de media te vinden. Daarna nooit meer. En in 1997 overleden, na ook nog de laatste 8-9 jaar van zijn leven Alzheimer gehad te hebben. Dus hij was eigenlijk de laatste, bijna de laatste 30 jaar van zijn leven al in die vergetelheid. En dat was een keuze die hij bewust nam. En dat was ook een van de redenen waarom er bijvoorbeeld van hem geen biografie was. En van een Frans de Munck of een Abel Enstra generatiegenoten wel biografieën zijn verschenen. Maar het meest bijzondere was eigenlijk dat we naar Duitsland gingen. Om te duiken in de geschiedenis van de dwangarbeid. Want hij heeft 3 jaar als dwangarbeider in Duitsland gezeten. En daar is eigenlijk überhaupt in Nederland heel weinig over bekend. Hè, over de dwangarbeid. Want dat zijn generaties die kwamen terug in Nederland. Het grote zwijgen is ook een begrip in Nederland. Want niemand sprak over die tijd. En we zijn echt in Berlijn in die geschiedenis gedoken. In zijn voetsporen van nou, wat gebeurde er toen hij aankwam met de trein in Berlijn. En wat gebeurt er vervolgens. En eigenlijk hebben ook oorlogshistorici in Berlijn. Hebben eigenlijk voor ons ook alle deuren geopend en ook gezegd van nou, denk daar eens aan. We zijn dus ook echt nog zelfs in de barak geweest waar hij in 1942 ondergebracht is. Dat is toch wel heel bijzonder dat eigenlijk een verhaal wat nooit eerder opgeschreven is, dat je daarvoor naar Berlijn gaat en dat ze in Berlijn zeggen, nou fijn dat eindelijk eens iemand het komt doen. Je hebt natuurlijk heel veel in zijn geschiedenis gedoken. Wat was zijn mooiste periode? Was dat Nederlands elftal? Was dat de eerste keer landskampioen met PSV worden? Nou, zijn mooiste periode was tussen 1949 en 1953, of 1954 eigenlijk, toen was hij spits bij Stade de Reims. Stade de Reims was in die tijd wat Paris Saint-Germain nu is, hè, de grootste club van Frankrijk, maar ook samen met Real Madrid de meest succesvolle club van Europa. En hij scoorde in Frankrijk aan de lopende band. Hij scoorde elk seizoen 25 doelpunten of meer. Won daar de Franse titel, hij won de Franse beker en hij won de voorloper van de Europa Cup 1, van de Champions League. Dus hij was daar een hele grote meneer. Speelde er ook samen met Raymond Coppin, die nog steeds wordt gezien als voetballer van de eeuw in Frankrijk. Dus dat was zijn meest succesvolle periode. En het frappante, of eigenlijk het wrange voor Bram Appel was dat hij juist in die succesvolle jaren professional was in Frankrijk. En als je profvoetballer werd in die jaren in Frankrijk of in het buitenland, dan werd je automatisch door de KNVB geschorst. Want de KNVB hield in die tijd vast aan amateurvoetbal. Voetbal, dat deed je voor je plezier, daar hoorde je geen geld mee te verdienen. Dus hij werd automatisch geschorst voor het Nederlands elftal. Dus je moet het eigenlijk zien, de meest doelpuntrijke spits die het Nederlands elftal op dat moment tot zijn beschikking had, werd niet geselecteerd omdat hij profvoetballer was.
En hij heeft op die manier hele zoete wraak genomen. Want in 1953 was er een hele grote ramp in Nederland, de watersnoodramp. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen wat dat gebeurde. En die 11 profvoetballers die Nederland op dat moment kende, die in Frankrijk voetbalden, die speelden daar een benefietwedstrijd. Die werd georganiseerd door Bram Appel. Ze haalden daar heel veel geld mee op. Maar het officiële Nederlandse elftal speelde ook een benefietwedstrijd voor die watersnoodramp. En verloor met 2-1 van Denemarken. En Denemarken bestond op dat moment uit 12 amateurs. De watersnoodwedstrijd tussen de 11 Nederlandse profs ging tussen die profs en de nationale ploeg van Frankrijk. En de nationale ploeg van Frankrijk was op dat moment de beste ploeg van Europa. De nummer 3 van de wereld. En zij wonnen met 2-1. Dus de media met name op dat moment die zei, kijk, profvoetbal is niet meer tegen te houden. Want dat zorgt er gewoon voor dat het niveau van de nationale ploeg, die op dat moment al 4 jaar op rij geen wedstrijd meer gewonnen had, moet omhoog. Profvoetbal is de enige weg voorwaarts. En zo wordt die watersnoodwedstrijd gezien als zeg maar de katalysator van het betaald voetbal. En een jaar later was het ook een feit. Toen ging de KNVB overstag, want het was niet meer tegen te houden. De publieke opinie was in het voordeel van de profs. En dus zijn betekenis voor het Nederlands voetbal is in die zin dus enorm groot. Maar ondertussen is hij dus wel tientallen interlands misgelopen. En dat was voor reden voor ons om te zeggen van, we gaan naar de KNVB, want hij verdient rehabilitatie. Niet alleen heeft hij de watersnoodwedstrijd georganiseerd, hij heeft ook tientallen interlands misgelopen. Die man verdient erkenning. En de KNVB was het daar roerend mee eens. Dus afgelopen week heeft hij ook officieel ereherstel gekregen vanuit de voetbalbond. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Als auteurs van zijn biografie zijn we daar natuurlijk heel erg blij mee. Want dat is wat we eigenlijk op gang wilden brengen. Maar het is natuurlijk ook een hele mooie erkenning dat er überhaupt met twee Nederlandse voetballers in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal zijn geweest die officieel ereherstel hebben gekregen van de voetbalbond. En dat een van die twee personen Bram Appel is, waar wij het boek over geschreven hebben. Waar moeten de kijkers eigenlijk dit boek gaan lezen? Nou ja, eigenlijk vanwege de hele bijzondere geschiedenis.